Yo, leuk dat je kijkt naar de laatste. Ik ben Ivo en ik zit hier met Merel. Ik heb toevallig vandaag de titel van jouw genre heb ik geleerd. Oh, vertel. Volgens Wikipedia. Vaporwave. Vaporwave? Ja. Kun je je daarin vinden? Ja, mijn clips misschien wel. Die zijn natuurlijk een beetje zo videobandachtig. Ja, ja. Daar kan ik me klopt. Wel vinden. De laatste keer dat je trots was op je eigen werk? Dat was eigenlijk toen geen reet uitkwam, denk ik. Waarom toen specifiek? Omdat ik het heel leuk vond dat we met een nieuwe beatmaker hebben gewerkt. En dat mijn eerste collab natuurlijk met Bokko Samsta. Ja, de laatste keer dat je lekker met de meiden weg bent geweest. Ja, maar ik ben altijd lekker ben met de meiden. Ben je altijd lekker ja, met de meiden? Ja, ik ben nu ook lekker met de meiden. Oh ja? Ja, ik ben ook met jou nu lekker met de meiden. Lekker joh. En waarheen was dat dan? Ik was met Oud en Nieuw was ik met mijn meiden in Tel Aviv. Ja. En verder ben ik al heel lang niet meer echt weg geweest. Wordt het niet weer eens tijd dan? Ja, het wordt echt weer eens tijd. Plannen. Wat was je laatste dure aankoop? Ja, ik koop dus eigenlijk nooit dure. Bijvoorbeeld, dit heb ik op straat gevonden. Dit echt op straat gevonden? Ja, een soort wielrentje. Ik heb hem wel even gewassen. Ja, speciaal voor 538. Nee, dus ik koop eigenlijk niet zoveel dure dingen. Wat is de laatste keer dat je een date had? Ook wel een tijdje terug. Ja, maar ik heb ook het gevoel, ik heb het nooit daten genoemd. Dan was het meer afspreken met. Omdat ik het woord daten vind ik toch altijd zo. Lag er dan druk op of zo? Ja, en ik vind het zo, we gaan op daten. Ik vind het wel leuk. Oh, ik heb toevallig even met iemand afgesproken. Dat klinkt veel nonchalanter dan, we gaan inderdaad op date. Wat is de laatste keer dat je dronken was? Nou, dat is wel echt, ik ben de laatste tijd of dronken of brak. Afgelopen weekend was ik nog dronken. Ja, dan ga ik met de meiden en die drinken heel veel bier. En dan ik probeer dat dan bij het, en nou, bij de jeugd tegenwoordig was. Oh, dat ja, was het. Ja, maar. En toen was er nog een afterparty. Nou, en toen hebben we natuurlijk flink lopen tanken. De laatste keer dat ik nerveus was? Gisteren moest ik bij M, dat tv-programma, optreden. En zo net voordat je dan begint, dan ben ik wel even heel erg zenuwachtig. De laatste foto die je met je telefoon hebt gemaakt? Nou, met Margriet van der Linden. Kijk eens even. Wat was de laatste keer dat je een van je teksten aan iemand moest uitleggen? Ook wel lang geleden. Wat ik wel trouwens mooi vond, was laatst kwam mijn vader naar me toe na een optreden. En die moest dus de Hou Je Bek en Bef met tekst aan zijn dochter uitleggen. Oh. En hij zei van ja, door jou moest ik dus eerder seksuele voorlichting geven. En ik ging het heel rustig uitleggen. En toen zei dat meisje, zei oh, gewoon pijpen, maar dan voor meisjes. Toen dacht ik, wat goed dat hij het heeft uitgelegd. Ja. De laatste keer dat je een one night stand had. Dat is echt heel lang geleden. Maar ik ben sowieso niet zo van de one-night stands. Nee? Nee, ik vind het leuker om met iemand het vaker te doen eigenlijk. Dus het is echt heel lang geleden. Wat is de laatste roddel die je over jezelf hebt gehoord? Dat mijn haar niet echt zou zijn. Mag ik er aan? Ja, je mag trekken ook. Trekken echt? Ja. Hard of ja, zacht? Of? Trek ze er maar uit, die extensions. Nee, het is echt. Het is echt, ja, ja, het is echt. Sorry als ik je pijn gedaan heb. Het laatste nummer dat je hebt geluisterd? Just the Two of Us. Of Us. Gewoon met de two of us. Who we can make it if we try. Die? Wow. Ja, die vind ik echt heel leuk. Ja, leuk. De laatste keer dat er iets misging tijdens een optreden. Nou, ik had een keer moest ik optreden bij een studentenvereniging. En toen zei ik, hey koor. Hey het koor. Wat leuk om hier bij het koor te zijn. En toen was het zo, oeh, hoorde je toen. En toen dacht ik zo, studentenvereniging. Ik bedoel studentenvereniging. Want dat kan, is echt nee, dat kan niet. De laatste emoticons die je hebt gebruikt. Welke ik vaak doe, dat is deze. En ik vind deze, die vind ik ook wel leuk. Vlammetjes doe ik vaak. Hartjes zie ik in allerhande printers. Kleuren. Kijk, er zit ook een printer bij mijn printer. Meest hoezo niet een printer? Hoezo? Nou, ik hou van dingen uitprinten. Dit was de laatste met Merel, dankjewel. Graag gedaan. Vond je dit nou een leuk filmpje, Merel? Nou, wat kan je dan doen? Dan kan je hem liken. Duimpje omhoog is dat. Notificaties niet vergeten aan te zetten. Precies. En abonneren. En abonneren. Op het 538 Plus kanaal. Zeker. Doen, nu.